Albanië is een van de landen die in deze eeuw aansloot bij de Eurovisie-familie. En het een aantal keren al heel erg goed gedaan heeft en de top 10 heeft weten te halen. Maar ik vraag me af of ze dat dit jaar ook doen. Ze sturen een fantastische zangeres met een stem als een klok. Niets, helemaal niets op aan te merken. Maar dat lied. And that's why I love you. Helemaal niet zo in orde. Ik vind het een soort van monotoon gejammer. Het lijkt wel of ze ter plekke een lied zijn gaan schrijven en of de zangeres maar wat improviseert. Hartstikke jammer van deze inzending, want de zangeres heeft heel veel potentie. Albanië, dankjewel om naar Stockholm te komen, maar ik vrees met grote vrezen dat het na de voorrondes een einde heeft.